Nou, zo is die geworden. Dit battery packje, dat is een lipo accu. Die kan ik hier nog inplakken. Die moet af en toe opgeladen worden. Misschien met een stukje velcro tape. Ik heb een beugeltje geprint. Die houdt het displaytje op zijn plek. Marco weet dat nog niet. Maar het past er echt niet in. Als dat stekkertje niet eruit gesoldeerd wordt en aan de andere kant erop gesoldeerd. Dus, dan ziet hij er dus nu zo uit. Met een displaytje erop. Het joystickje zit zo. Dit zit nog even los. Misschien moet ik het joystickje nog even ompolen. Dus met de andere. Nou, dit is dus het rode schermpje ervoor. Ik heb het met smeltlijm vastgezet. En aan de onderkant heb ik nog even pootjes gemaakt. Dus rubberen voetjes. Nou, ik zal even aanzetten. Moet ik heel even 10 seconden neerleggen. En kijk, daar gaat hij. Game. En links en rechts lijkt hij nog een beetje vreemd te doen. Oké, tang, knal, gemol, bam. Oké, tang, knal. Yeah, look at that, mooi hè. Nou, is goed gelukt dit. Dus ik zal hem eerdaags even op de draaitafel zetten met een neutrale achtergrond en hem eventjes smurfen. En dan zet deze er ook even netjes in. Kan hij mooi op de portfolio. Zo is die geworden dus.